en welkom bij Spakenburg Nu, met vandaag de volgende onderwerpen. Beklimming Mont Ventoux, bezoek aan Israël, opening samenspeelplaatsen, last van hooikoorts. MS is een nare ziekte die heel veel gevolgen heeft. Onderzoek is dan ook hard nodig. Daarvoor wordt elke 2 jaar een enorme prestatie geleverd door een heleboel mensen die in hun omgeving of zelf met MS te maken hebben. Zij beklimmen de Mont Ventoux. Lydia de Graaf heeft al vele jaren MS en haar familie besloot 2 jaar geleden om ook de Mont Ventoux te beklimmen, om zo heel veel geld voor onderzoek bij elkaar te sprokkelen. Lydia en haar zus Mirjam vertellen erover. Twee zussen, Lydia en Mirjam, jullie gaan weer die enorme klim doen. Vertel het eens even. Nou, we hebben 2 jaar geleden de Mont Ventoux beklommen in Frankrijk. En dat hebben we gedaan om heel veel geld op te halen voor onderzoek naar MS. En dat hebben we gedaan omdat ik MS heb. En zij zeiden, wij willen ook eens een keer wat doen. Dus vandaar dat we dat gedaan hebben. Het was een hele mooie ervaring en veel geld opgehaald. Hoeveel? Oh, tegen de ruim 6.000? Ja, 6.800 euro ruim toen. Ja, ja, prachtig bedrag. En waarom zeiden jullie, we willen ook wel eens wat doen? Nou, als familie kijken we altijd naar Lydia en zien we dat het soms heel lastig is. En ja, door de berg op te klimmen, door de Mont Ventoux te beklimmen, dan moet je zelf fysiek ook een beetje lijden. En dat voelt dan toch wel goed. En dan ook om zo'n mooi bedrag op te halen tegen MS of voor onderzoek. Ja, ja, jullie hebben het geweldig gedaan, maar wanneer kwam je jezelf tegen bijvoorbeeld? Nou, de tocht is vanuit Solt, zoals wij hem gaan maken, is 26 kilometer. En met name de laatste 5 kilometer, dat is een behoorlijk stijgingspercentage. Heel steil. En dan kom je jezelf wel tegen. Omdat je gewoon al zoveel kilometers al in je benen hebt dan. Dan moet je soms wel even slikken. Want dan doen je benen gewoon pijn, je heupen. Dan wil je niet meer. Eigenlijk niet meer. En dan denk je, nee, ja, weet je, zij kan ook niet de handdoek in de ring gooien. Dus dan gaan wij dat zeker ook niet doen. Ja, dat is heel mooi. En hoe was het voor jou? Wat heb jij precies gedaan? Ja, ik heb toen 3 etappes gelopen. 2 kilometer telkens. En het laatste stuk heb ik 1800 meter gelopen. Want dat is inderdaad zo steil als dat het is. En ik had al kilometers erop zitten. Ja, het is mooi om daar te zijn. Iedereen aan te moedigen. Iedereen heeft een rugnummer met een naam erop. Dus je kan echt specifiek mensen aanmoedigen. En er staan ook toeschouwers. En er is gewoon een soort saamhorigheid. Want iedereen staat daar om geld op te halen voor onderzoek naar MS. Ja, en dat is gewoon heel fijn. Ja. Maar ook onderzoek voor kanker, of hoe zit dat dan? Nee, het is echt alleen speciaal voor MS. Ja, het is zeg maar 13 jaar geleden hebben een groep vrienden zijn voor het eerst naar boven gefietst. Want een van hen, zijn moeder, heeft MS. En die hebben zich toen laten sponsoren. En dat is zo'n groot succes geworden dat dat tot op de dag van vandaag nog bestaat. En het geld gaat ook echt alleen daarheen, want de organisatie bestaat uit vrijwilligers. En dus die hebben niks nodig. Dat staat er ook bij. Het is helemaal duidelijk dat iedere cent naar het doel gaat. Ja. Hoe ziet jullie voorbereiding eruit en hoe gaat het? Ik ga Mirjam even. Nou, het gaat goed. We lopen meerdere keren per week. De kilometers, om gewoon je fysiek voor te bereiden. Dat is wel van belang, dat je gewoon weet mijn lichaam kan dat aan. En dat adviseert de organisatie ook echt. Van je zorg ervoor dat je fysiek goed geprepareerd bent. Ja. Want naast het fysieke aspect is gewoon ook het mentale aspect wat je eigenlijk niet zo goed kan voorbereiden. Nee. En dat hebben we zeker de vorige keer ook gemerkt. Zeker de laatste 5 kilometer, dan staan er echt heel veel mensen langs de kant je aan te moedigen. En dan draai je eigenlijk in gedachten gewoon, nou ja, voor Lydia is het deze keer al 20 jaar geleden dat zij de diagnose kreeg. Ja, dan draai je die film terug in je hoofd en dan, dat doet ook wat met je. Ja, dan kun je er weer even Precies, tegenaan. Precies, ja. Ja, en dan denk je, daar doen we het voor. Ja.
Ja, en voor mij geldt dat eigenlijk hetzelfde. Ik probeer elke dag te lopen. Het heeft even op een pauze gestaan omdat ik een klein blessuretje heb aan mijn voet. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat ik de 20e gewoon die berg in etappes op kan. Ja. Vind jij dan ook kracht? En die mensen die hier staan en in de gedachte van ja, we gaan met z'n allen. Ja, ja? Ja, zeker. Dat helpt heel erg. En ook in de voorbereidingen weten we dat we niet alleen gaan. Want ik voel me echt gedragen al die 20 jaar. Wat Mirjam net al zei, ik heb al bijna 20 jaar MS. Ja. Gewoon gedragen door onze hemelse vader. En als je daar bent, dan gaat hij met je mee. Zo ervaar ik het en zij ervaren dat ook zo. Maar ook die mensen die je inderdaad aanmoedigen. En je hoeft niks uit te leggen, want ik loop met een stok en ik ben getaped en weet ik veel wat. Maar dan, oh jij hebt MS, wat cool dat je meegaat. Want hè, het kan ja, ook zo anders zijn. Ja. Hoe is het nu met je? Het is even, ik heb even een dipje gehad. Daar ben ik weer uitgekomen. Helaas zijn er wel wat, is er wat schade achtergebleven, maar daar kunnen we kan ik op dit moment samen met ons gezin en mensen die dichtbij me staan goed mee omgaan. En dat is niet per se het fysieke verhaal, maar wel het cognitieve verhaal. En dat is niet zo bekend van MS. Dat ook dingen je kunnen overweldigen. Je kan niet meer zo gauw een besluit nemen. Een drukke agenda kun je beter niet doen. Stress werkt echt heel slecht op mij. Dan word ik niet de aardigste persoon. En ja, ik kan het gewoon niet, allemaal niet meer overzien. Nee, dat is mijn karakter niet. Maar nee, dat gebeurt dan wel en dat is jammer. Ja, dat is en, zeker jammer. Dat is te voorkomen door mijn agenda zo goed mogelijk in te delen. En dat gaat weer eigenlijk dat de goede ook, kant ja, op. Ja, ja, zeker. Mirjam, jullie willen zoveel mogelijk geld bij elkaar halen. Hoe ga je dat doen? Nou, we hebben al verschillende dingen gedaan. In onze vriendenkring, kennissen, op mijn werk. Heel veel donaties al gehad. Maar het volgende wat op de planning staat is 24 april. Dan hebben wij in de Catharinakerk, in de hervormde kerk hier in het dorp, een benefietconcert. Waar Gospelcore Jubilation en mannenkwartet, dubbelmannenkwartet Maadai zijn medewerking aan verleend. Samen met Joost van Beek, een organist die internationaal acteert. En daar zijn we heel blij mee. En daar nodigen we alle kijkers ook hartelijk vooruit eigenlijk. Ja. Ja, en waar kunnen ze kaarten krijgen? De entree is vrij, dus die is gratis. Maar we vragen wel een donatie voor het goede doel. Je komt er niet uit voordat je wat in de collectebus gestopt eigenlijk hebt. Eigenlijk niet, maar wel met de liefde hoor. Ja, natuurlijk, dat begrijp ik. Dat zal iedereen begrijpen. Wie doen er allemaal mee van jullie familie? Want ik weet nog de vorige keer dat het zo bijzonder was dat jullie allemaal tegelijk binnenkwamen, toch? Ja, dat was heel overweldigend. Deze keer gaan Mirjam en Johannes gaan weer mee. Mijn vader gaat lopen. Mijn moeder wordt de bezemwagen deze keer. Joost van Beek, de organist, die gaat meelopen. Dat is een goede vriend van mij. En zijn vrouw gaat ook mee. En heel speciaal vind ik, natuurlijk gaan Sarah en Seth mee. Mijn neefje Marsaar, die gaat ook meelopen deze keer. Want ja, die, en die staat hier vlakbij. Ja. Sarah, kom er eens even bij staan. En vertel eens even waarom jij per se mee wilt lopen. Omdat de ziekte MS nog niet heel veel over bekend is. En met dat jaar kun je wel gewoon geld ophalen en dan voor onderzoek, dus dan wordt er wat meer over bekend. Dat is wel heel belangrijk. Ja. Wat vind je zo naar van die ziekte? Dat je, als je bijvoorbeeld afspreekt om een keer iets te gaan doen, dat het dan niet echt zeker is dat je, of het nou echt doorgaat of niet. Nou, ik vind dat je het mooi verteld hebt. En ik hoop zo dat je het gaat halen. Ben je ook al aan het trainen? Ja, ik ben ook al aan het trainen. Hoeveel kilometers heb je al in je voeten? Misschien kan je vertellen hoe je aan het trainen bent. Ja, op maandag loop ik samen met mama ongeveer 10 kilometer. Dus, we hebben laatst ook een nieuw record gezet. We hebben bijna 12 kilometer onder de 2 uur gelopen. Dus we hebben het tempo er lekker in. Dus we hebben er alle vertrouwen in dat Sarah goed naar die top gaat. Ik kan het aan de gezicht zien, dat gaat lukken. Dus roep de mensen nog even op. Nou, ik zou zeggen 24 april in de hervormde kerk. Om 19:30 start het. Kom, geniet en vooral doneer. Kunt u nou niet aanwezig zijn, dan kunt u of Lydia of mijzelf opzoeken op Instagram.
Bij de verschillende winkels hangen er ook flyers. Daar kunt u QR-codes scannen en alsnog doneren. Dus mogelijkheden genoeg. En een geweldig doel. En ik wens jullie heel veel succes. Dank je wel. In deze tijd waarin de oorlog tussen Hamas en Israël nog steeds hevig is, zullen er niet veel mensen zijn die vrijwillig een bezoek aan Israël brengen. Jeanette Vedder deed dat wel. Waarom? Emmy sprak met haar. Jeanette Vedder, jij bent naar Israël geweest en dat is toch wel heel bijzonder in deze tijd. Ja. Hoe is het zo gekomen? Ja, dat kwam eigenlijk door dat ik een berichtje op mijn mobiel kreeg. Ik zit in bepaalde gebeds-appgroepen, zeg maar, van onder andere Kees voor Israël, maar ook van de christelijke ambassade. En er kwam een berichtje in voorbij dat ze een handen uit de mouwen reis gingen organiseren. Dat ging uit van Christenen voor Israël. En dat raakte mij diep van binnen. En ik weet dat dat intussen bij mij zo werkt. Als iets maar raakt, dan ga ik er in gebed over. Dan ga ik ook aan God vragen, wat bedoelt u daarmee? Wilt u er echt mee zeggen dat ik daar mee moet gaan? En daar werd ik in bevestigd, zeg maar, vanuit de Bijbel. Gewoon door een tekst die tot me kwam of op een andere manier. En dus toen had ik Christen voor Israël benaderd. En ik zei van, is er nog plek vrij? En toen zei ze, maar die reis zit al helemaal vol. En er staan er al 200 op de wachtlijst. Hallo. En toen dacht ik van, toen zei ik, heer, is het dan dat u mij wilt testen, zeg maar, of ik bereid ben om te gaan? En toen was 2 dagen later, toen kwam in de appgroep van de christelijke ambassade in Jeruzalem, dus dat is internationaal. En toen kwam eenzelfde soort vraag, zeg maar, van, wie gaat er mee op reis? En toen zei ik van, heer, wilt u dan dat ik internationaal ga? En daar werd ik in bevestigd, na overleg met Henk, van of die akkoord was. En toen heb ik me opgegeven voor die reis. En zo maar dat was best helemaal alleen en alles zelf doen, niet met een groep? Nee, de reis, het programma in Israël, dat was geregeld, zeg maar. Daar zat een reislijster op, maar ze verwachten van jezelf dat je je ticket boekt en dat je er zelf naartoe zou komen. Je moest er dan op een bepaald tijdstip en datum zijn. En dat was wel heel bijzonder, weet je, om dan zelf dat te regelen, niet wetend bij wie je in de groep komt. Achteraf bleken we wel met wat meer Nederlanders te zijn, maar overal uit het land vandaan. En, maar dat was ook wel heel bijzonder, weet je. De eerste avond toen ik daar binnenkwam, kwam ik in een groep. Totaal waren we met 25 mensen met de reisleiding erbij uit 15 verschillende landen. Echt vanuit Noord-Amerika tot Australië, tot Afrika zelfs. En dat dan iedereen hetzelfde verhaal had. Want iedereen vertelde, God heeft eigenlijk tegen mij gezegd dat ik naar Israël moest gaan nu, in deze tijd van oorlog. Net als dat hij dat tegen mij zei, had hij dat tegen de anderen gezegd. En moet ik dat zien als een bemoediging dat God het zo bedoelde? Ja, zeker weten. Ja? Zeker weten. Ik denk dat dat ook de boodschap was die hij aan mij, ook aan de anderen, zei. Wil je daar naartoe gaan om mijn volk te bemoedigen en naast ze te gaan staan en te laten zien dat je in deze tijd van oorlog, dat je aan ze denkt, dat je voor ze bidt, dat je zelfs mee wil helpen en mee wil dienen in het land. En wat heb jij allemaal mee moeten maken? Ik denk niet mogen maken. Nee, we hebben natuurlijk verschillende dingen gedaan. We hebben echt gediend, hè? Geholpen. Dus echt op de kibbutz sinaasappels geplukt, mandarijnen geplukt, citroenen geplukt. We hebben gekookt voor de families van de gijzelaars. We hebben gekookt voor de soldaten. We hebben voedselpakketten in verpakt. We hebben een schuilkelder geschilderd. Dus heel veel praktische zaken. Maar daarnaast zijn we ook wel bewust op die kibbutz geweest. Waar onder andere Hamas binnengevallen. We zijn op het Nova Festival geweest. We zijn op een autokerkhof geweest. Waar al die auto's neergeplaatst zijn. Waar al die mensen, die auto's zijn in brand gestoken. Dus al de mensen die erin zaten zijn verbrand. Dat zijn ook de dingen die je ziet. En dat was ook wel een onderdeel van de reis. Om gewoon ook wel te zien en te voelen, waar is het volk doorheen gegaan? Want 7 oktober heeft Israël veranderd. Ja, en welke verhalen hebben jou het meest aangesproken? Het meest aangesproken is dat ik op die kibbutz geweest ben, de Eri. En dat je daar rondloopt en ziet dat alle huizen vernietigd zijn. Echt kapot geschoten, maar ook verbrand.
dat er bijna niemand meer woont. Hè? Iedereen zit nu elders ergens anders in het land. Of is vermoord. Of is vermoord. Maar dat je rondgeleid wordt door een overlevende en het verhaal wat hij vertelt. Weet je, dat mensen zich verschuilden in de schuilkelders, maar gewoon eruit geschoten werden. En als dat niet hielp, dan werd het huis in de brand gestoken. En dan kwamen ze er vanzelf uit en werd je alsnog vermoord. Ook de verhalen over hoe vrouwen verkracht zijn, meerdere malen. Baby's die onthoofd zijn, in brand gestoken zijn. En dat is hetzelfde, hè? Ik hoorde ook het verhaal van een busje met ouderen, die waren een dagje uit. Het busje werd staande gehouden en ze konden allemaal eruit staan, op een rijtje staan en werden één voor één doodgeschoten. Hoe ja. Slecht, zal ik maar zeggen. Ja. En dat is natuurlijk ook op het Nova Festival heb ik ook rondgelopen, weet je. En dan zie je, nou, die filmpjes hebben we ook wel gezien, weet je, hoe de jongeren daar weggevlucht zijn. En achterna gerend zijn door de terrorist, alleen maar puur om ze te vermoorden. En ja, weet je, dat kan je niet voorstellen. Dat is gewoon puur, nou ja, wat je al zegt, weet je, pure haat. Ja. Pure haat, ja. Die mensen die zijn zo kapot, neem ik aan. Wat heeft het met ze gedaan dat jullie kwamen om te bemoedigen? Ja, heel veel. Heel veel. Want als ik kijk, die man die ons rondleidde door de kibbutz toen wij binnenkwamen. Ik zag gewoon de dood en het verdriet zag ik bij hem in de ogen. Zijn ogen stonden gewoon dof. En aan het eind, toen stonden we voor een huis waar een heel gezin bijna vermoord was. Weet je, waar dan een gezin ervoor kiest om boven op elkaar te gaan liggen. Dus vader bovenop en de jongste zoon onderop. Dus met z'n zessen lagen ze boven elkaar om elkaar te beschermen. En dat ze dan van bovenaf beschoten werden, dat de bovenste vier doodgeschoten zijn en de twee jongste jongens het overleefd hebben. Maar met daaronder wat voor uitkropen, trauma. Ja. Oh. Maar die man die stond daar als laatste bij dit huis. En toen hadden we allemaal zoiets, weet je, je staat er gewoon met tranen in je ogen en wat kan je doen? En toen hadden we allemaal zoiets, we willen hem omhelzen, we willen hem bemoedigen. Dus de meeste van ons hadden ook een kaartje meegenomen of een klein cadeautje waar je wat woorden opgeschreven had. En dat gaven we aan hem en toen zag ik wat in zijn gezicht veranderen. Weet je, er kwam een ja, hoe moet ik dat zeggen, een bewogenheid, er kwam meer leven in zijn ogen. En ik denk dat dat kenmerkend is voor dat wij daar aanwezig waren. En zo was dat met diverse mensen, ook met soldaten die ik sprak. Weet je, dat je dan hun verhaal aanhoort, naast ze zit. Wat kun je soms terugzeggen? Soms kun je niks terugzeggen, weet je. Maar soms er zijn was genoeg. Er zijn, soms dan zit je samen te huilen. We hebben voor heel veel mensen gevraagd, mogen we voor jou bidden? Zelfs nou, met een Jood moet je kijken van wat wijs, wat je mag je wel zeggen. Maar als jij zegt, ik geloof in dezelfde God als jij, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Mag ik voor jou bidden? Mogen we voor iedereen bidden? En dan mag je bemoedigende woorden over ze uitspreken. Nou, heel vaak wat ik ook bij die andere man, weet je, dat je ze toch een huk geeft, een knuffel of een aai over de arm. En ja, dat doet gewoon heel veel. Weet je, dat gebeurde ook gewoon als je in Jeruzalem liep. Weet je, dat je mensen aansprak. Dat raakte ze echt. En helemaal toen we zeg maar op de kibbutz waren. En we waren daar aan plukken. En dat die man die daar zeg maar werkte op die kibbutz. En die zei tegen onze reizenleidster van, hoeveel hebben jullie betaald aan ze dat ze hier gekomen zijn? En toen zei onze reizenleidster, weet je, ze hebben hun eigen reis helemaal betaald. En toen, ja, toen begon hij te snikken en toen gingen de tranen over zijn ogen. Toen zei hij van, nou, dat doet mij heel veel. Nou, ik denk dat dat heel mooi is om mee te besluiten. Jullie doel was bemoedigen en dat is duidelijk geweest. Ja. Laten wij achter Israël blijven staan. Ik dank je hartelijk. Ja. En kijkt u nog even mee naar het filmpje Hands on Surfing Tour van de ICEJ.
Dr. Love. We are from Zimbabwe. We came to join the ICJ hands-on tour after the shock of what happened on October the 7th. We as Christians wanted to come and help Israel. Israel is surrounded by her enemies and is asking who her friends are. And we want her to realize that the church loves Israel. Woensdag werden in Bunschoten-Spakenburg twee samenspeelplaatsen geopend. De opening werd verricht door wethouder Peter van Asselt. Yvonne was erbij en sprak met de wethouder. Goedemiddag allemaal, hier op de Meerkoet. Wij gaan zo meteen deze speelplaatsen in gebruik nemen. Maar daaraan voorafgaand wil ik eerst even wat zeggen. Het is natuurlijk bekend dat kinderen heel graag spelen. En het is ook bekend dat kinderen heel graag met elkaar spelen. En voor sommige kinderen is spelen en bewegen helaas niet vanzelfsprekend. Zij hebben een beperking. En ze kunnen niet altijd deelnemen door deze beperking. Buiten spelen en bewegen in onze gemeente moet voor iedereen mogelijk zijn. En het moet ook toegankelijk zijn. En er is hier een voorbeeld van hoe een speeltuin omgebouwd kan worden tot een toegankelijke speeltuin. Om dit mogelijk te maken gaan we als gemeente in de komende jaren nog meer speeltuinen omvormen naar samenspeelplekken. Want zo heet dat, je gaat hier samenspelen. Een samenspeelplek is een speeltuin die geschikt is voor kinderen met een beperking, maar ook voor kinderen zonder beperking. Afgelopen jaren hebben we op twee locaties, dat is deze, op de Meerkoet en op de Weidelaan, speel- en meedenkbijeenkomsten gehad. Om te onderzoeken en bespreekbaar te maken welke aanpassingen er nou werkelijk nodig waren. Om deze speeltuinen geschikter te maken voor kinderen met een beperking. En we staan nu in de speeltuin aan de Meerkoet. Zoals jullie zien is de speeltuin bijna helemaal af. Er moet nog wat aan de beplanting gedaan worden, maar dat komt eind van deze week. Misschien begin volgende week, maar het wordt heel snel gedaan. En we hebben uiteraard een aantal aanpassingen gedaan. Er is een voetpad in de speeltuin aangelegd om zo de speeltuin en de speeltoestellen toegankelijker te maken. En je kunt ook een rondje maken hier. Een paar speeltoestellen zijn geplaatst welke geschikt zijn voor kinderen met een beperking. Zo is er een draaicirkel, een draaitoestel, daar verderop, met een vlakke valondergrond. En die kan ook met een rolstoel toegankelijk. Zo is die ook gemaakt, toegankelijkheid voor een rolstoel. Er is ook een speelpaneel in de verharding opgenomen, verderop. En zo hebben we nog een aantal andere zaken, een hinkelbaan bijvoorbeeld. Doordat de speeltuin net klaar is, ik zei het al, is helaas de beplanting nog niet helemaal gedaan. Maar dat gaat zeer binnenkort gebeuren. Doordat deze en de speeltuin aan de Weidelaan de eerste samenspeelplekken zijn, binnen deze gemeente, kan het zo zijn dat er nog verbeterpunten mogelijk zijn. Waar we wellicht niet aan gedacht hebben. En ik wil echt de oproep doen, ook aan de ouders en ook aan de gebruikers, de jonge gebruikers van deze speeltuin. Als je nog opmerkingen hebt, geef dit alsjeblieft door aan de gemeente. Dan kunnen we daarvan leren en dan kunnen we ook bij de volgende samenspeelplekken, die kunnen we dan nog veel beter maken. Nou, ik zou dit willen afsluiten door voor te stellen dat we de speeltuin nu in gebruik nemen. En de buurtsportcoaches vragen om met de kinderen samen te gaan spelen. Iedereen heel veel plezier de komende tijd. Dankjewel.
De opening is net geweest van de Samenspeeltuin, zo heet het. Waar komt het initiatief vandaan? Ja, wij hebben een duidelijke oproep gekregen vanuit de gemeenteraad om hier aandacht aan te besteden de komende jaren. Dat staat ook in het coalitieakkoord en vandaar deze uitvoering. Het is echt belangrijk dat iedereen mee kan doen, ook voor de kinderen. Ja, het is een heel goed initiatief natuurlijk. Is dat alleen vanuit de gemeente verder praktisch uitgevoerd of zijn er ook andere partijen bij betrokken? Ja, we hebben ook ouders waarvan we wisten dat zij in deze buurt woonden en met een kind hebben die een beperking heeft. Die hebben we expliciet uitgenodigd om ook mee te denken over de inrichting van deze samenspeelplekken. En hebben jullie daar naar andere plaatsen gekeken waar die speelplaatsen al zijn? Ja, zeker voor wat betreft het gebruik van de speeltoestellen en de toegankelijkheid is er natuurlijk ook geleerd van andere plaatsen buiten ons dorp. Ja, want ik heb inmiddels gelezen dat er zo'n 130 andere plekken zijn in Nederland waar dit soort speelplaatsen zijn. Hè? Ja, nou dat blijkt wel uit waarom het zo belangrijk is dat dat ook overal uitgerold wordt. Ja, nee, duidelijk. Ik denk ook dat het een heel mooi initiatief is. En de kosten die zijn... Nou, ik weet niet exact de kosten, maar we hebben natuurlijk altijd kosten voor de aanleg en onderhoud van een speeltuin. Mm-hmm. En daarom doen we het ook gefaseerd. Het wordt niet in één keer gedaan, maar we doen beetje bij beetje. Op het moment dat de speeltuin aangepakt moet worden, dan gaan we ook gelijk een inclusievere speelplek creëren. Dus uiteindelijk is de bedoeling dat de meeste speelplekken hier in Bunschoten-Spakenburg voorzien worden van... toestellen die ook voor kinderen met een beperking toegankelijk zijn. Ik denk de meerderheid van de speeltuinen wel. Dat wel. Maar niet de volle 100%. Nee, oké. Maar dat is misschien ook niet nodig, toch? Nee, zo is zijn dat. Er veel kinderen met een beperking in dit dorp? Ja, natuurlijk. Wij weten ook dat de kinderen vaak in het leerlingenvervoer zitten. Zij komen vaak ook 's avonds wat later thuis. En dan willen ze heel graag toch nog even de vriendjes ontmoeten uit de buurt. En dan is zo'n speelplek, zo'n samenspeelplek, is natuurlijk hartstikke mooi. Om toch nog even net voor het eten, zeg maar, nog even je vriendjes te ontmoeten. Ja, en qua communicatie naar zeg maar de inwoners van het dorp, hoe gaat dat? De bekendheid die hier aangegeven wordt? Ja, wij hopen nu in ieder geval, onze communicatieafdeling gaat hier aandacht aan geven. Maar we hebben dat voortraject al gehad met de ouders met kinderen met een beperking. Dus die weten heel goed dat dit nu hier is neergezet. En ook op de Weidelaan is het ook gebeurd. En zo zullen we het ook verder uitrollen. Dus, super, nou, het is een prachtig initiatief. Dan dank je wel. Heel veel succes ermee. Ja hoor, dank je wel. Hoewel het weer flink geregend heeft, waren de laatste weken heel vervelend voor mensen die last hebben van hooikoorts. Wat is hooikoorts en waarom heeft de ene last van en de ander niet? Wat kunnen we eraan doen als we er last van hebben? Het wordt ons uitgelegd door huisarts Samire Damen. Hooikoorts is een vorm van allergie. Iemand met hooikoorts is overgevoelig voor stuifmeel van grassen, planten of bomen. De klachten beginnen dan ook in de bloeitijd. De bloeitijden wisselen per gewas van februari tot juni. Stuifmeelkorrels noemen we pollen. Zodra de neus, oog, mond, keel of luchtpijp van iemand met hooikoorts in aanraking komt met pollen, raken de slijmvliezen geprikkeld. Uw neus kan jeuken, waardoor u veel niest. U kunt ook last hebben van een verstopte neus of een loopneus. Uw ogen kunnen jeuken, tranen of branderig aanvoelen. Uw keel kan droog zijn, jeuken en branderig zijn, waarbij u moet hoesten. Sommige mensen met hooikoorts hebben een vol gevoel in hun hoofd of voelen zich koortsig en moe. Elk mens vormt antistoffen tegen pollen in zijn lichaam, maar niet iedereen heeft last van die pollen. Bij iemand met hooikoorts reageert het lichaam extra heftig zodra het met pollen in aanraking komt. Er ontstaat een overdreven afweerreactie. Het is niet bekend waarom sommige mensen allergisch zijn voor pollen en anderen niet. In sommige families komt hooikoorts meer voor. De een heeft het hele seizoen last van hooikoorts en de ander af en toe een dagje. Pollen verspreiden zich met de wind, vooral op droge zonnige dagen. Uw hooikoorts kan dan opeens erger worden. Als u op droge zonnige dagen binnenblijft met gesloten ramen, heeft u minder last. Draag buiten eventueel een zonnebril. Ga op vakantie naar zee of naar de bergen. Daar heeft u minder last van pollen.
In het hooikoortseizoen kunt u via internet, radio of teletext volgen of de weersomstandigheden gunstig of ongunstig zijn voor mensen met hooikoorts. Er zijn verschillende neussprays die goed kunnen helpen tegen hooikoortsklachten. De sprays remmen de overgevoeligheid van neus en keel. Ook zijn er tabletten. Die heten antihistaminica. Ze helpen vaak goed, maar van sommige antihistaminica kan je een beetje slaperig worden. Pas dus op met autorijden. Hooikoorts kan jarenlang steeds weer terugkomen als bomen en planten gaan bloeien. Vaak worden de klachten met de jaren wel minder. Dit was weer Spakenburg Nu. Donderdag mag u weer een nieuwe aflevering van Buitenspel verwachten. Vrijdag een bijzonder spektakel, namelijk behendigheidswedstrijden voor tractoren. Echte nostalgie. Zaterdag de herhaling van Spakenburg Nu. Zondag op alle Spakenburgse uren los op zondag. Maandag uit de oude doos. Dinsdag is er weer een vrij item. En dan is het woensdag weer tijd voor Spakenburg Nu. Wij wensen u nog een hele mooie dag.